Je kent het vast wel. Een Engels sprekend persoon belt je op en zegt dat je computerproblemen hebt. Natuurlijk is er in werkelijkheid helemaal niets aan de hand, maar zijn dit oplichters. Deze vorm van oplichting wordt helpdeskfraude genoemd. Maar wie zijn de oplichters? En waar zitten ze precies? De oplichters nemen de controle over de computers van hun slachtoffers over. Wat als wij dit omdraaien? Wat als wij hun computer overnemen? Wat straks gaat gebeuren is, de oplichter downloadt een bestandje, opent hem en opent gewoon een documentje, zoals hij verwacht. Maar op de achtergrond begint ons virus te werken en hebben we dan volledige controle over de computer van de oplichter. We nodigden wat vrienden uit om de rol om te draaien en zelf een callcenter te beginnen. Thank you for calling Microsoft Support. You are speaking to Daniel. How can I help you? Hello. Yes, this is Pete. I have a big problem. Ik stuur het gewoon op naar hem en dan bekijk het even, oké? Fuck yeah. De verbinding, jongens. Na een hele lange dag bellen was het dan vooral door het acteerwerk van het team gelukt om toegang te krijgen tot de computers van drie oplichters. Nu kon het echte werk beginnen. Twee zeiden dat ze in Amerika zaten. Maar ik kan je al verklappen dat ik hier al kan zien dat ze in India zitten. Ik weet alleen niet welke stad. Oké. Okay. Dus kun jij dat even opzoeken. 215. 215. 98. 98. Ze zitten in New Delhi. In het noorden zit hij. Oké, okay, volgende. User 7. Ja. 103. 103. In Noida. Beetje zuidoostelijk van New Delhi dan. Ja. Zie je ergens. Met deze heb ik echt een super lang gesprek gehad dat hij in de bergen in Amerika graag wandelt. En dat is 151-14. Alle drie zitten in ieder geval in New Delhi. Dus het gerucht klopt wel een beetje dat ze allemaal vanuit India werken. Oh, nice. De computers kwamen iedere dag één voor één vanaf 2:30 online. Waarschijnlijk begon dan de dienst van de oplichters. Ze werkten vaak door tot diep in de nacht Nederlandse tijd. Blijkbaar richten deze oplichters zich dus met name op Amerikanen, omdat het daar rond die tijd middag is. Ik begon mijn onderzoek met een computer waarvan de gebruiker User 7 heet. Doordat ik mee kon kijken op het beeldscherm van de oplichters, kon ik precies zien wat hij deed. Zoals verwacht leek hij zich volledig bezig te houden met oplichting. Hij maakte mensen bang door te zeggen dat ze een virus hebben en vroeg bedragen variërend van een paar honderd tot duizenden dollars. Hij leek zijn werk zelf niet te zien als oplichting, maar zag het meer als een sales pitch, een verkooppraatje. Opvallend was dat er vrij weinig informatie op zijn computer stond. Dit was waarschijnlijk bewust. Het lijkt erop dat ze iets slims hebben bedacht. Ze maakten de computer in India namelijk eerst verbinding met de computer in Canada. En via die computer maakten ze verbinding met hun slachtoffers. Zo lijkt het voor de slachtoffers alsof ze worden opgelicht door iemand die in Canada zit. Maar nog belangrijker, als de politie in India binnenvalt, staat er heel weinig bewijs op de computers die ze daar in beslag kunnen nemen. User 7 ging vrij agressief te werk. Zo zag ik dat toen hij niet betaald kreeg, hij alle bestanden van de computer van het slachtoffer probeerde te verwijderen. En plaatste hij een dreigende tekst. Tijdens zijn werk droomde hij van dure auto's en motoren. Iets wat hij ook letterlijk googelde. Hij hield zijn administratie vrij goed bij. En hiermee hadden we geluk. Zo zag ik de namen van verschillende werknemers. En na wat slim speurwerk wisten we ook de namen van de personen die deze computer gebruikten te achterhalen. Uiteindelijk wisten we zelfs het bedrijf en de mogelijke bazen van dit bedrijf te vinden. De tweede computer die we onderzochten had de gebruiksnaam XIZ. Af en toe had deze computer een snelle internetverbinding, waardoor ik niet alleen mee kon kijken, maar ook kon luisteren. Thanks for calling support. How may I help you? Okay, turn the printer off. Hello ma'am, this is Justin from Printer Support. Na een paar keer geflarderd hebben meegekeken en geluisterd, bleek dat deze computer door verschillende mensen werd gebruikt. Ik begon te twijfelen. Waren dit wel oplichters? Ze deden zich namelijk niet voor als Microsoft-medewerker en leken soms echt mensen te helpen. I will take care of it, don't worry. Ook waarschuwden ze hun klanten voor nep-helpdesk-medewerkers en scammers. In future, you might come across with a situation, ma'am, wherein
somebody can give you a call back and might say that your computer is infected with the virus or the network is hacked, those kind of things, hang up on them immediately. Because they are scammers. Ze lieten hun klanten contracten tekenen en bevestigingsmails sturen. Quickly fill in the details over here from your end. Wel werden er enorme bedragen gevraagd voor hun service. Overall, it's around 1999. Toen ik op het punt stond om de toegang die ik had tot deze computer te verwijderen, besloot ik om voor de zekerheid één keer een volledig gesprek te volgen. En wat ik toen hoorde, was er al een eye-opener. Hallo? Ja, am I talking to Mr. Nicholas Schitto? Deze man belde met de klantenservice, omdat na een stroomstoring zijn printer niet meer werkte. So your printer was, when that power failure happened, it was on. All right. So you have in total 3 computers, right? So I'm checking out the active connections. These all are the IP addresses which are illegally connected to your network without your permission. Dit kwam me bekend voor. De oorzaak van de problemen bleek zogenaamd een virus te zijn. Allereerst doen ze net zoals ze een scan uitvoeren op je computer. Ze typen dan het woordje tree in zo'n zwart schermpje dat iedereen wel herkent. Als je tree intikt, dan laat je computer eigenlijk zien welke mappen er op de computer staan. Terwijl dit gebeurt, typen ze vervolgens virus gedetecteerd in. Zodra deze mappenlijst klaar is, dan staat er dus ineens virus gedetecteerd. Een ander ding wat ze doen is, dan typen ze netstat in. Wat er gebeurt als je netstat intikt, is dat je computer een lijstje laat zien met verbindingen die maakt. Nou, je computer maakt altijd verbinding met bepaalde servers, zoals dat heet. Om bijvoorbeeld te kijken of je geüpdate moet worden. Wat de oplichters dan zeggen is, al deze verbindingen die hier zijn, dat zijn allemaal hackers op je computer. Het derde wat ze vaak laten zien is je logboek, je event viewer. En in je logboek staan eigenlijk altijd een paar errors, een paar waarschuwingen. En dat is helemaal niet raar, dat is bij iedere computer zo. Maar hun zeggen dat dat komt doordat er een virus op je computer zit, of omdat er een hacker in je computer zit. Allemaal onzin dus, niks aan de hand met je computer, maar omdat het er een beetje technisch en ingewikkeld uitziet, trappen veel mensen hierin. Terug naar de oplichting. De meneer gaf aan dat hij de vorige keer al betaald had voor een servicecontract en daardoor nu gratis hulp kon krijgen. And when was the last time you called us, like, you know, you contacted us? As I'm checking out at my report, at that time you were having some issues, you know, with your computer only. It's scanning your whole network because, you know, your computer is already secured. Security is that we have installed for your computer. They're blocking all the viruses and the other kind of infections. All right, this scan is completed and this is a problem. So it's not a computer's problem. But the problem is your other computers, you know, they're the computers which are sharing the same router. And all these are the added warnings and a fatality amount, it's more than 4,000. En ja hoor, de oplossing die hij bood? Niet bestaande tools die dus ook helemaal niks doen. En soms gratis of gekraakte antivirus software. And the tool that you need is an IP protector, okay? The basic one is for 3 years, that will be for this price. And the last one is for the lifetime. You have to leave this computer as it is. It will take around next half an hour. The technician will clean up your computer and he will call you right back. Ik kon me niet meer inhouden. Ik wilde niet dat deze manier nog een keer werd opgelicht. Dus toen ik zag dat de medewerker had opgehangen, besloot ik om het slachtoffer te bellen. Eigenlijk is het helemaal niet slim, want ik zit mezelf een beetje te verraden als ik nu die meneer ga waarschuwen. Maar ik kan het gewoon niet laten om deze meneer niet te helpen. Sir, listen, please don't disclose this information to the technical support staff, but he's trying to rip you off. You don't actually have a virus. Close down. I know that. All right. So close down your computer, please. He's still in it. Supposed to be cleaning up a problem that I have, and that I've used them before, and they've done it before. Ik besefte me ineens dat de contracten en bevestigingsmails eigenlijk maar één doel dienden. Zo konden de slachtoffers hun geld niet meer terugeisen. Ze gaven namelijk in de voorgetypte mail aan dat ze wisten waar ze aan begonnen en dat ze tevreden waren over de service. You don't actually have a virus. They don't even really scan your computer. They're just trying to make it look like they're scanning. If you don't trust me, that's also fine. I just ask you to not disclose this information to them. I won't. I will respect your wish. Uiteindelijk volgde de man mijn advies op en betaalde en ondertekende niets. Na dit alles besloot ik het bedrijf wat langer in de gaten te houden. De hoofdgebruiker van deze computer bleek Mot te heten. Ik wist toegang te krijgen tot zijn belgeschiedenis. En zo kwam ik erachter dat hij in 1 maand 3416 oproepen heeft gehad. Mot hield een documentje bij met zijn slachtoffers.
In 2,5 maand had hij 248 mensen contracten laten tekenen en bevestigingsmails laten sturen. Zelfs met een voorzichtige schatting zou dit betekenen dat hij per maand zo'n $25.000 zou binnenhalen. Met 10 werknemers zou dit bedrijf dus een omzet van $250.000 per maand hebben. Inmiddels had ik achterhaald dat er ongeveer 25 telefonisten bij dit bedrijf werken. Dus zal het werkelijke bedrag meer richting de 500.000 per maand gaan. En dat terwijl het gemiddelde maandsalaris in India rond de $140 ligt. Het meest schokkende vond ik hoe User 207 te werk ging. Alhoewel de andere bedrijven zich voordeden als klantenservice, gebruikte User 207 een veel agressievere aanpak. We kwamen dit bedrijf op het spoor door een nepvirusmelding. User 207 deed zich zonder schaamte voor als een medewerker van Microsoft. Calling you from Microsoft. Om hierin overtuigend te zijn, ging hij vrij ver. Zo was ik getuige van een vervalsing van een Microsoft-certificaat. Sir, you are doing a good deal. If you want, like I can validate you right now, you are dealing with Microsoft. Die certificaat printte hij uit bij een slachtoffer, als zogenaamd bewijs. De computer werd vaak gebruikt door een man die zichzelf Daniel noemt. If you are in front of the computer, I can show you right now. En af en toe door een vrouw, Jenny. Is that possible for you to come in front of your computer right now? Ze lieten zich betalen met bitcoin en cadeaukaarten. Dit was voor hun vrij eenvoudig wit te wassen. Waarschijnlijk gebruikten ze een website om de cadeaukaarten om te zetten in bitcoin. Deze vonden we namelijk in hun internetgeschiedenis. Af en toe gebruikten ze de cadeaukaarten ook voor hun eigen account. Om mensen te overtuigen de kaarten te kopen, boden ze vaak zogenaamd terugbetalingen aan. Onder het mom van bijvoorbeeld een seniorenkorting zouden mensen al het geld terugkrijgen wat ze besteden aan die cadeaukaarten. There is one plan for the senior citizens which we have, let me tell you. You have to make a payment for $500. Within 15 minutes of that, you will be getting your whole money back refunded. In werkelijkheid kregen ze natuurlijk nooit iets terug. Door seniorenkorting aan te bieden, richtten ze zich dus expres op oude mensen. Ze stuurden hun slachtoffers naar winkels om de cadeaukaarten te kopen en gaven daarvoor gedetailleerde instructies over wat ze wel en niet in de winkel mochten zeggen. Zo hoorde ik hoe Daniel een oude dame voorloog en een winkel instuurde. You have to go to the store simply until if they ask you like why are you buying this card for, just tell them it's for your personal use. If they ask you like anyone told you to buy this card, just say no. If you tell them that you are going to use this card on your Microsoft account or like that, they will charge you a commercial taxes and the card fees. I don't want you to pay that $150 or $200 because that is non-refundable. You may go in. Please don't talk to me inside the store. Walk out from the store, say hello to me. And please don't answer any other calls. And put your phone in your pocket. Om extra vertrouwen te wekken, gebruikten ze omgekeerde psychologie. And I would like to tell you, ma'am, the store will also explain you the IRS scams which are running in the market. We also don't want you to be a next victim of them in the market. So when the store will explain, please do listen it carefully. You may go now. So once you're back, say hello to me. Een half uurtje later belde de mevrouw vanaf de parkeerplaats voor de winkel terug om de codes op de kaarten door te geven. Nadat Daniel beweerde dat het bedrag dat ze net had betaald al was teruggestort, werd de mevrouw opnieuw de winkel ingestuurd om weer voor honderden dollars aan Google Play kaarten te kopen. And let me tell you, don't share this thing with the store that we have cancelled the card and initiated with a refund, ma'am. Zelfs als mensen al betaald hadden, bleven ze nog een tijd stiekem in de computer zitten om PayPal, bank- en creditcardgegevens te stelen. Wanneer ze zich verveelden, keken ze veel series en films. Zo kwamen we erachter dat ze een Netflix-account hadden op de rekening van een van hun slachtoffers. Daarnaast hielden ze beide van shoppen. Zo kocht Jenny sokken en Daniel baardcreme en een soundbar. Omdat deze producten naar hun huis werden gestuurd, wisten we hun echte namen en adressen te achterhalen. Zo heet Daniel eigenlijk Arshpreet en Jenny Priyanka. Naast al het shoppen en kijken naar films en series, keken ze ook af en toe stiekem mee met de computers van hun slachtoffers. Naast dat dit voor hun blijkbaar een vorm van entertainment was,
zat hier nog iets achter. Als ze bijvoorbeeld iemand zagen internetbankieren, zetten ze snel het scherm op zwart, zodat het slachtoffer niet kon zien wat er gebeurde. Vervolgens namen ze de controle over de muis en het toetsenbord over. Ook betrapte ik Arshpreet op het openen van de webcam van een slachtoffer om te kijken of er niemand in de buurt was. Toen de kust veilig was, probeerde hij met gestolen creditcardgegevens voor meer dan $1100 aan cadeaukaarten te kopen. Ik kon dit niet laten gebeuren en besloot de creditcardmaatschappij te bellen. Welcome to TCF Bank. Thank you very much for calling TCF. My name is Angel. How can I help? Hi Angel, this is Anthony Vandermeer. This is going to sound a bit strange, but I'm a Dutch journalist and I'm working on a case about technical support scammers. And right now I'm seeing some scammer abusing one of your customers' credit card. He's buying a large amount of Google Play gift cards at this moment. All right, okay. So, let me go ahead and call my supervisor for this one, okay? Do you have any information for the customer's account? Yeah, sure. So, the account holder's name is Darlene, and the card number is 4479. Alright, thank you very much for providing this detail. So, transaction from giftcards.com, right? Yeah, giftcards.com. And at the moment, he's trying to buy over $1,000 of gift cards on Best Buy as well. So, I have everything reported. Thank you very much for your concern. Yeah, no worries. Have a great day, sir. Thanks. Bye. Deze keer was ik precies op tijd. Maar helaas had hij dit al een keer eerder gedaan. Op de computer trof ik naast een hoop cadeaukaarten ook een ingescand rijbewijs en een foto van een vrouw aan. Waarschijnlijk gebruikte ze haar gegevens voor identiteitsfraude. Ook trof ik een hoop neppe checks aan. Die zelfgemaakte checks gebruikte ze om de slachtoffers te overtuigen dat de zogenaamde terugbetaling was voltooid. Daarnaast vond ik een tekstbestandje waarin wat lijkt op de omzet van 2 maanden stond opgesomd. In de eerste maand had Arshpreet dus waarschijnlijk $32.630 binnengehaald. En in de tweede halve maand ruim $9.500. Alhoewel ze dus goed lijken te verdienen, stelde Arshpreet wel een sollicitatiebrief op. Zouden ze dan veel geld aan een baas moeten afdragen? Doordat Priyanka tijdens haar dienst een pizza bestelde, wisten we nu de exacte locatie van de oplichters. Een tijdje later wisten we ook hun social media accounts te vinden. Arshpreet bleek lid te zijn van een aantal Facebookgroepen gemaakt voor en door klantenserviceoplichters. In deze groepen, met vaak duizenden leden, worden telefoonnummers van potentiële slachtoffers en voorgemaakte pop-up advertenties verkocht. Blijkbaar zijn er dus enorm veel mensen die zich bezighouden met deze vorm van oplichting. Ze zien het als een normale baan waar vacatures voor worden geplaatst en zelfs kantoorruimte voor wordt aangeboden. Ze doen niet eens de moeite om zichzelf te verbergen, want ze bespreken dit alles in openbare Facebookgroepen. Na een tijdje de computers gevolgd te hebben, hadden we inmiddels alle gebruikers in kaart gebracht. Ik besloot ze de kans te geven om hun kant van het verhaal te vertellen en belde ze op. Hallo, hey. Hi, is this Arjun? I'm fine here. How are you? I'm fine too, thank you. Arjun, I have a question. Is it true you're working for a company called Irvine? No, I don't understand, please. Can you go ahead, Mr.? Well, what is your job? I'm working for a company which is in Hyundai, like Aero Hyundai, and as of now working in Nissan. I'm doing an investigation on the tech support scammers of Irvine, and your number was registered on their systems. Oh, I'm not gonna working with the different company. Yeah, but how do you explain your Facebook page that says that you're working there? I don't know about that. Where from you got my number? Is it true you're married to a woman named Ne? Uh-huh. Yeah. So it checks out. So you're not working as a technical support person for an IT? No, I think you're a cop, is it? I think you're from some like a police investigation? Is it like this? No, it's a journalistic investigation.
Okay. We got information from one of their systems that's leading back to several employees of the company. Okay. One of the files that we had contained your phone number, this phone number, your name. Oh, my name also. What is my name? Are you? Someone just given you my name and my phone number, is it? We have several reasons to believe you're actually working, were working, or still are working for that company, including including your own Facebook page that says that you're working for Irvine. So I had worked for Irvine, but it was like a hospitality. I was working as a reception manager over there. And this was in 2013, you say? It seemed they used your number to log in last month. Oh. There was a confirmation code that was sent to your phone that they needed to log in. Let's go back a bit. Because you first said you didn't know any company called Irvine, and now you did say you know a company called Irvine. So why should I trust anything you say right now? I am the only person that was just working in my family, and I don't want any kind of issues in my future, in my life. You are saying don't worry, but I'm in worry now, sir. You are just calling me from another country at this time. So it is like, very surprising. Yeah, you have to understand this is exactly what the victims feel like. They're getting calls from a different country saying they have a problem, and then they have to pay to solve that problem. Oh, you are a cop, I think that is why I'm just afraid. First of all, tell me, I am out of the danger, or what is like this? What is the status of this call? Na een hoop ongeloofwaardige ontkenningen. So I didn't do that kind of stuff in my whole life. En nadat hij zijn god erbij begon te halen. God is looking everywhere, God is looking for them, and he will just take the revenge of that kind of bad thing. Sloot ik het gesprek maar af. Bye. Take care, bye-bye. Ondanks alle ontkenningen wisten we zeker dat de gegevens die we hadden klopten. Dit werd nog een keertje bevestigd toen we een dag later op zijn Facebookpagina keken. Een dag later verwijderde hij de link naar Irvine van zijn Facebookpagina. Blijkbaar voelde hij zich dus betrapt. Na maanden van research, tientallen telefoontjes en wekenlang analyseren en verbanden leggen, zat als onderzoeker op. Helpdesk fraude blijkt een geraffineerde vorm van oplichting. Ik werd gebeld door dit nummer vanmiddag. Hoe dat kan, weet ik ook niet, maar dat is dus niet zo. De fraudeurs nemen de tijd om je vertrouwen te winnen en proberen met slinkse praatjes grote geldbedragen buiten te maken. What's gonna cost you $499.99? Oh, that's a lot of money. Wow. Betaalt de slachtoffer niet, dan zijn ze zelfs in staat om al zijn bestanden te verwijderen. De fraudeurs maken slim gebruik van de wanhoop en gebrek aan technische kennis van hun slachtoffers. It's scanning your whole network, however the scan is completed on. This is the problem. In sommige gevallen blijven ze een lange tijd in je computer hangen om je te bespieden en je betaalgegevens te stelen. De fraudeurs die wij in beeld kregen werkten vanuit New Delhi. In het noorden zit hij. Waar ze met gemak 10.000 euro's per maand binnenharkten. Het wordt als een normale baan behandeld en er zijn zelfs callcenters ingericht om op grote schaal zoveel mogelijk slachtoffers te maken. En omdat dit alles op grote afstand gebeurt, lijkt deze vorm van fraude vrij risicoloos en is het heel winstgevend voor ze. En dat is precies de reden dat deze vorm van fraude voorlopig nog wel zal blijven bestaan.